En niet alleen in Rotterdam, overal in het land zijn maandag festivals gaande. Ook de Rotterdamse DJ Ferry Korsten zal maar liefst 4 keer een podium bestijgen. Per helikopter, overgevlogen tussen verschillende grote steden. Want hij is dit jaar door het Nationaal Comité 4 en 5 mei benoemd tot ambassadeur van de vrijheid. Hij kreeg de opdracht om het lied van de vrijheid, dat een paar jaar geleden door T. Lau speciaal voor Bevrijdingsdag werd gecomponeerd, te bewerken tot DJ-versie. En daarmee moet hij zijn boodschap op zijn jonge fans overbrengen. Drukdoende in zijn studio mochten wij over zijn schouder meekijken hoe hij dat aanpakt. Freedoms being fought for in a war that never sleeps. Dus dan krijg je iets heel magisch als je daar dan wat mee doet wat betreft effecten. Zeg maar. Ik ben dus gevraagd om een vrije bewerking te maken van het vrijheidslied van T. Lau. Ja, eigenlijk voor mij als DJ om dat te kunnen draaien. Dus ik heb daar het op mijn manier gedaan dat ik totaal van het origineel ben afgestapt. Eigenlijk alleen de tekst heb gepakt. En zoals je hier ziet, in het Engels, de Engelse vertaling. Letterlijk vertaald is eigenlijk de boodschap van dat lied. Kom broeder, geef je hand, vergeet je razernij. Come brother, take my hand. Dan komt het eigenlijk hierop neer. It's time to lose your rage. De boodschap eigenlijk in het hele liedje is, weet je wel, niet zo boos zijn. Jezelf niet zo op laten, laten naaien, laat ik zo maar zeggen. Want er wordt al genoeg oorlog gevoerd overal. En daaronder heb ik, zoals je eigenlijk altijd in mijn muziek hoort, een hele dikke melodie gepakt. En dat komt eigenlijk een beetje neer op dit. Ik zal hem even anders pakken. Nou, daaromheen heb ik komt helemaal om die stem heen te hangen dadelijk. Ik zie het ook met het reizen. Ik kom in plekken af en toe waar mensen niet zomaar even kunnen zeggen welke kunnen draaien welke muziek ze willen draaien. Of kunnen dansen als ze willen. Of dat soort dingen. En ja, de boodschap is eigenlijk van jongens, we staan hier met z'n allen, allemaal gezellig. Maar denk even na dat we het hier wel heel erg goed hebben in vergelijking met andere plekken in de wereld. Baslijn, sterkere melodie nog, meer nadruk. Wat strings. Maar natuurlijk in dancemuziek is het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de beats. Over dit. Lekker flinke kogel eronder van een bassdrum, waar iedereen lekker los op kan gaan. Wat gaat er nou dadelijk met dit nummer gebeuren als het Bevrijdingsfestival voorbij is? Ik ga het op zo'n manier produceren dat ik het eigenlijk overal kan draaien. Die boodschap is natuurlijk niet alleen maar voor 1 keer Bevrijdingsfestival in Nederland. Dat is een boodschap die overal natuurlijk gehoord mag worden. Ja, daar wij de spanning eigenlijk opbouwen met de melodie. Die wordt nu dan geïntroduceerd. Dan heb ik hier een tweede melodielijn zelf onder zitten met een ander geluid. Die komt nu naar boven. Waardoor die dikker en groter wordt, dus voel je die spanning echt opkomen. En dan eens even aanhouden. En dan gaat hij los. En Ferry Korsten is met de definitieve versie van dit nummer op Bevrijdingsdag te zien in verschillende grote steden, maar helaas niet in Rotterdam. Daarvoor zult u dus nog even moeten wachten.